Genoten? Nee, het was gewoon een leuke wedstrijd. Niet meer dan dat? Nee, het was gewoon een aardige wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende. Ik moet zeggen dat die... weet je, die Italianen, die hebben ook niet echte toppers. Die Spinazzola die gaat eruit. Die werken keihard, die keeper is waanzinnig goed. Maar ik moet zeggen dat die... die Belgen vielen me toch wel een klein beetje tegen. Weet je, het is toch de Bruyne wachten op de Bruyne. Wachten tot hij aan de bal komt, wachten tot hij diep gaat... wachten tot hij meegespeeld wordt, wachten tot hij achter een vrije trap staat. Weet je, het is constant wachten op hem. Ja. Want ja, die andere staat daar tussen twee slopers in. Die Lukaku. Ja. Ja, die werd echt aan alle kanten. En dat ventje op dat die zijkant. Die deed het wel goed. Die begon wel steeds beter te spelen. Die is wel op de brommer. Doku. Die is wel op de brommer. Maar dat is bijvoorbeeld Sané ook van Liverpool. Ja. Maar die... heeft net iets meer. Maar hij is nog jong, hè? Heeft net iets meer. Hij heeft 27 miljoen gekost, hoorde ik van Frank Snoeks. Hoe vond je Frank Snoeks trouwens vandaag, Johan? Nou, Frank heeft geluisterd. Hij praat nog te veel. Maar hij lult je niet helemaal suf meer. Maar ik geloof dat hij afscheid neemt, hè? Is dat zo? Ja, dat hoorde ik. Oké, maar door jouw opmerkingen of gewoon... Nou, nee, dat hoop ik niet. Want dit is verder een ontzettende aardige jongen. Maar misschien dat hij met de finale afscheid neemt. Oké. Want hij wilde steeds Eden Hazard laten invallen. Maar ik zit op die opstelling te kijken. Maar hij zat te kijken op die opstelling. Hij staat er helemaal niet bij. Hij had iedere keer dat hij op de bank zat of zo. Maar hij is te lang bij het schaatsen geweest. Nee, maar we hebben echt zitten zoeken. Maar hij staat niet op de lijst van UEFA. Dus in principe zou hij niet kunnen invallen. Maar Bas, jij kan het misschien beter uitleggen. Ja, nou, wat wel het geval... Wij zaten ook te kijken, maar hij zat daar wel. Ja. Maar bij de eerdere wedstrijd hadden we ook een rode kaart gezien. En toen zagen we later, bij een moment dat ze weer bij elkaar gingen... om weer voor die verlenging elkaar aan te moedigen... zagen we die speler die met rood eruit was gegaan. Die zagen we daar ook weer staan. Ja. Kijk, en normaal moet je natuurlijk in de tribune... maar ze zitten nu in die bubbel. Dus nu mogen ze allemaal daar in de buurt van het veld blijven. En dus ik denk dat Frank Snoek heeft gedacht van... nou, je zit op de bank, maar hij speelt alleen niet. Nee, maar hij kan toch gewoon op de lijst kijken? Het staat op de lijst wie er mogen spelen. Dan staat er gewoon niet bij. Je doet het niet als trainer, hè? Maar kijk... je zit er wel mee in je hoofd. Maar die Meunier heeft het eerste half uur niets goed gedaan. Meteen eruit halen. Niets, nee. Ja, meteen eruit halen. Ja, dat moet je eigenlijk doen. Ja. Maar ik vind hem het hele toernooi al zo spelen. Nee, oké, maar het was vandaag extreem. Ja. Hij was ook nog bij tegengoals betrokken. Maar die heeft ook bij Paris Saint-Germain gespeeld. Ja, hij is toen naar Dortmund gegaan. Hoe is het mogelijk? Dat kwam door dat hele goede... Hij speelde echt een heel goed toernooi een paar jaar geleden. Maar als je toch zit te kijken, dan denk je... Stel, 1 keer balverlies, 2 keer balverlies, 3 keer balverlies, 4, 5, 6... Ja, op een gegeven moment moet je zeggen, kom maar op, man. Weet je? Absoluut. Hoe lang moet je wachten? Maar hebben de Belgen nou gewoon gefaald? Kwartfinale wedstrijd kan tegen Italië verliezen. In principe wel, maar wat René zegt is natuurlijk... Ja, die Kevin de Bruyne is geen 100%. Nee. Dus, nou, en Lukaku, dan moet ik wel zeggen... die Chiellini is toch wel een beest. Ja. Zoals die Lukaku. Niemand heeft grip op die Lukaku. Ja, daar deed hij mee. Niet echt, althans, één of twee goede balletjes. Die ene begreep ik niet waarom hij zijn hoofd er niet tegen kreeg. Voorzitter, ja, die leek voor hem langs te gaan. Die kwam om omhoog, die dwarrelde zo omhoog. Waar zit je op te wachten? Kijk, die twee jongens, die Witsel en die Tielemans... Ja. Die kunnen nog 3 jaar spelen. Die schieten nooit op doel. Nee, die komen ook nooit in de buurt. Dus het is alsmaar wachten op die De Bruyne totdat die aan de bal komt. Ja, ook voor het laatste voetbalnieuws ga je naar veronicainsight.nl. Doei!